dus bij Antwerp. Ook wel een wijziging, want dat middenveld dat is terug een driehoek. Ja, dat is opnieuw een driehoek, omdat er één spits minder is. Hè. Geen Vrij, wel Ekkelenkamp die terug is op dat middenveld. Daar Hong tussen en ook De Saar vooral. Niet zuiver, Hong. De Saar, een goede trap heeft hij, een goede paas ook. Dubbel paas, beetje naar buiten. En De Vijns. En De Schep. En daar is Jules Zenger. Oh. En de bal tegen de lat van Sven Kumst. Hier, die 1-2 is natuurlijk wel knap. En dit is te makkelijk. Pacho laat zich te makkelijk uitkappen door Salah. En dan goed terug voorgebracht. En dan ja, Kumst. Net wat te klein. Peter was daar helemaal alleen. Maar allemaal het gevolg van de goede snelle. Iemand die 10 centimeter groter is, Peter, kopte misschien wel binnen. Hij had misschien zelfs de tijd om hem even te controleren. Maar dat is, Stengs, goed dat verlegd. Is moeilijk. Avila. Trappen maar. Goeie bal. Op naar die. Gaston Avila. Maar inderdaad, snel op en af. Hier nog eens de flankwissel van Stengs. En het schot van Avila. Goeie redding, Nardi. Krijgt hij mee van Balikwisha. Tijd voor de voorzet. Goed achteruit gekomen van Vincent Janssen. Raakt de bal niet helemaal vol. Maar daar is de goal van Miguel Ange Balikwisha. Tiende minuut, 1-0. Het is Antwerpen dat uiteindelijk het eerst toeslaat. Het had aan de overkant kunnen gebeuren. Wat gebeurt aan die kant? Ja, beide kanten al voor gevaar gezorgd. Maar uiteindelijk Antwerpen met het eerste doelpunt. En dat was goed gezien, goed gelezen ook door Stengs. Kijk, afhaken, controle en trappen. Afgeweerd en dan mooi weggelegd van Balikwisha. Zuiver, goed gekeken. Ja, want er staat wat volk voor. Ja, tuurlijk. De verste hoek wel vrij. En daar legt hij die bal in. Beetje kroming meegegeven. Ja. Goed gedaan. Maar laag gehouden vooral. Wist wat hij deed. Kijk, plaatsen noemen ze dat. Mooi binnenkant. Kansloos naar die. Maar het zou gewoon ook Toby Alderweireld met rechts in de andere hoek kunnen worden. Ah, Gaston. Niet slecht. Nee, niet slecht. Maar net niet goed genoeg. Ook richting was best oké. En Gaston die populair wordt in... Nu wel binnendoor. Godot. Castromontes met iets meer ruimte. De voorzet moet komen. En wordt half afgeweken. Dat is een goede kans uiteindelijk voor Kuipers. Om te koppen. Daar inderdaad Arthur Vermeer. Ja, daardoor Pacho een beetje verrast. Bal krijgt net iets meer hoogte. Ja. Meegeven maar. En daar is veel ruimte. Aannemen en nu trappen. Moussa legt hem nog terug. Hensbal. Ja. Penalty, ja. Ja, uiteindelijk gegeven. Op 2 seconden aarzeling. Is het dan de grensrechter die daar aangeeft uiteindelijk dat er een hensbal... Zit er een penalty aan te komen voor Antwerpen? Ja, veel ruimte daar voor Moussa. Niet helemaal geslaagde controle. Oh, dat weet ik toch niet, Peet. Hij krijgt hem wel tegen zijn hand, denk ik hier. Kijk, nee, tegen zijn aangezicht. En dus Janssen gewoon. Hij maakte hem trouwens ook in Brugge toen vrijwel op het veld stond. Hier is Vincent Janssen voor 2-0 voor Antwerpen. Ja, het is een zekerheidje, hè, Janssen. Ja, 5-5 dus. Zijn 11e competitiegoal is het. En een optie op de 3 punten nemen ze nu wel, Antwerpen. In de tweede helft, dat deed Antwerpen ook niet. Scoren dan wel op deze penalty. Zuiver en goed binnengetrapt door Janssen. Lage schuiver. Naar die verkeerde hoek opgestuurd. Schuiver is altijd laag, hè? Ja, een schuiver. Een grondscherend schot, hè, Peter? Dat is een klassieker, een lage schuiver. 4 tegengoals in 8 wedstrijden, nu 2-1. Stengs geeft hem goed mee. Goede timing, goede snelheid. En bijna via Castromontes in eigen doel. Nederlands onder rondje. Janssen, Alderweireld. Oh! En Nardi ertussen. Toby Alderweireld even kappen en met links uithalen. Heerlijke actie. En nu dan? De enige ploeg die een ballen tussen de palen krijgt. Hier Alderweireld, goede redding Nardi. En ook goed gereageerd door Ngadeu.
En dan nog eens Stenks, die de bal scherp voorbrengt voor Ekkelenkamp. Dat is een spits, misschien Ekkelenkamp eraf, hè. Nog maar net terug uit blessure. Het zou allemaal kunnen. Mooie paas van Kums is dit. Samoise net niet. Ja, Jules Seger wel nog. Goede redding, 1-op-1. Jean Buté nodig, want dit was een topkans voor Andrew Jules Seger. Was daar de 2-1 en dan krijg je toch nog een heel andere wedstrijd. Ja, een goede snelle aanval van tegenaanval van Gent. Had hem ook breed kunnen geven. Maar begrijpelijk dat hij trapt natuurlijk. Van Alessio Castromontes. Stenks, weer het overzicht goed bewaard. Mujah ging wel diep, maar was niet te bereiken. Nu misschien wel 3-2 als het snel gaat. Ik denk dat hij 95% pass precisie heeft. En nu de kans. Dit had beter gemoeten. Ik denk niet dat Lothar Dont nu nog onnodig. Hij kijkt op zijn klok en gaat nu fluiten, helaas. Maar de overwinning is er voor Antwerpen.